Basisschool De Vlasgaard in Uden mocht afgelopen vrijdag, net zoals vele andere scholen, carnaval vieren. Maar De Vlasgaard deed het op een wel erg bijzondere en cultureel verantwoorde manier. De hele school mocht namelijk meedoen aan een dramapoëzieactiviteit van Stichting C. De school wilde heel graag dit jaar een soort voorstelling presenteren voor alle ouders en de leerkrachten en de kinderen zelf. Tegelijkertijd, dus met z'n allen samenkomen. En iedere groep, iedere klas moest iets presenteren. En ik heb een idee bedacht rondom poëzie. Dat samen met het thema carnaval maakt dat we zijn uitgekomen op confetti-poëzie. Dus dat is een heel leuk project geweest waar de kinderen al een x-aantal weken mee aan de slag zijn gegaan. Ik heb een prachtig gedicht laten schrijven door schrijver Peter van Aar uit Os. Die heeft voor zowel de onderbouw als de bovenbouw een heel lang gedicht geschreven van wel 21 coupletten. Wat betekent dat iedere klas 3 coupletten kreeg die hij moest vertalen, zeg maar, in spel. En uiteindelijk zijn al die coupletten samengebracht in de sporthal en hebben ze klas na klas het hele gedicht als het ware afgewerkt. Ik heb dat gedicht voorgedragen en tegelijkertijd hebben de kinderen dus alles uitgebeeld en gespeeld. Met veel plezier namen zowel de jongste als de oudste leerlingen deel aan de voorstelling. Ik heb inmiddels doorgekregen dat de mensen heel erg enthousiast waren. Ten meer omdat het best een pittige tekst was. Dat is poëzie natuurlijk. Geen rijmelarij, maar echt poëzie. Dus daar moest even over nagedacht worden. Dus daar zijn ze van tevoren druk mee bezig geweest. Het is heel goed om te zien en heel leuk om te zien dat de kinderen dus echt hun eigen verbeelding daarop losgelaten hebben. En dus van hoog niveau. En vooral heel bijzonder te ervaren dat eigenlijk in de sfeer van carnaval, die toch heel uitgelaten en los is, dat ze toch de concentratie hebben weten op te brengen om daar te spelen in de sfeer van tekst, poëzie en spel en feest.